daar vandaan. No joke. Oh, dat is een. Oh my god. Kijk ja, eens zo, achter je. zo. snel ben ik hier naartoe gekomen. Maar zie je dit? Ik wist niet dat daar een luchtverfrisser staat. Ik heb dat ding nog nooit gezien. Ik denk de studio staat in de hand. Ik dacht oh. dat het een vaporizer was. Dus ik uh, ga hem oh. zo even. Ik schrik me heen hoe alle tief is. We zijn al begonnen en um, ik ga beginnen met drie vragen. Okay. Ik moet hier echt van bij komen. Moet je voor, je voorstellen, zie jij wat daar gebeurt, zeg ja. maar, zonder de vaporizer? Mm -hmm. Maar ik, ik sta heel vaak op het podium, dus ik ben zo'n rookmachine ook gewend. Dus ik was wat minder zenuwachtig. En ik dacht, dat hoort erbij. Dit is mijn eerste keertje dat ik hier ben, dus ik dacht, oh, dit hoort er allemaal bij. Ze heeft dan rook en... Ik heb absoluut geen rookmachine hier normaal. Assistenten die helemaal perfect uitzien in gewoon de, de kleding die zo van de paspop komt en zo. Ik ben zeer onder de indruk van hoe je het hier voor elkaar hebt. Ja? Je, je gordijntjes zijn prachtig. Een mm -hmm. beetje de jaren zeventig, mooi oranje. En een furry wall. Ken je? Ja, nou als je je broek weer aan wil doen, inderdaad. Nee. <laughs> nee. Ja, maar weet je, We je de term Furry Wall? Nee. Het is van een film en on, on, anders is het gewoon awkward. Get Him to the Greek met Jonah Hill. Nee, nee. heb ik niet gezien. Oh, die moet je kijken. Ik kijk, ben wel gewoon fan van Jonah Hill, ja. Nou, Get Him to the Greek is echt. Ja. Oh, en die heeft een Furry Wall en die hangt achter je. En. Ah. Ah, ja, oké. Okay. Ik heb drie vragen en die mag je aanvullen. Ja, ja. het <laughs> is mijn spectaculaire kreet. Je hebt je goed voorbereid. <laughs> ik schaamde me voor het laatst toen. Jeetje, nee, zo vaak. Ik had. Uh, nee, dagelijks. Ik schaam me dagelijks. Zeker als ik terugkijk op bepaalde zaken. Ja, ik kan ook echt stomme appjes sturen of mailtjes. En ik uh, schaam me wel vaak, ja. ja. En ik geef eens een voorbeeld. Nou, vandaag liep ik weg en ik was al te laat. En toen was ik ook nog iets vergeten. Toen had ik al allemaal mensen gedag gezegd toen ik zo langs liep, de buren en zo. En toen was er iets niet goed gegaan met de taxi, dus ik moest teruglopen... en toen kwam ik weer zo terug. Toen schaamde ik me een beetje. Oh, echt? Ja. Van dat soort kleine dingen? Nou, schaamde ik me ook een klein beetje. Maar dat gebeurt dus heel vaak? Nou, ik denk dat mensen zich heel vaak schamen. En misschien is het beter ook als mensen zich vaker zouden schamen, denk ik. Ja, Nee, maar... ik schaam me wel vaak. Ja, maar dat komt ook omdat ik heel veel domme dingen doe. Dus Hoe dat een doe beetje je heel veel domme, domme dingen? <laughs> nou, ja, gewoon. Ik ben vrij impulsief en ik doe veel uh, wat ik denk dat dan op dat moment goed is. Dus het uh, ja, besef komt vaak later bij mij. Dus dan... Is, gaat dat vaak gepaard met schaamte. Ja. En dan lig je zo s'avonds in je bed en denk je, helemaal, oh relax. En dan denk je zo, oh die buren, die al weg, alles in gaan. Nee, dat was een klein voorbeeld van een piepklein beetje schaamte van onlangs. Dit was ja. echt heel recent. Dit was van een half uur geleden. Maar de normale schaamte, daarvan lig ik niet s'avonds wakker in mijn bed, maar wel van heel veel andere zaken. Ja, ja het is genoeg, uh, is genoeg schaamte. Ja. Oké, okay, misschien gaan <laughs> we het daar goed. straks nog over hebben. Ja. Mijn favoriete scheldwoord is. Oh, ik denk Teringlaaier, want het klinkt zo fijn. Ik ben niet van kanker en zo, en, nee. maar ik vind, vind ik fijn. Terwijl er natuurlijk ook een tijd was dat je dat, dat net zo haftig, heftig was als kanker, omdat toen tering er net was. Mm -hmm. Dus toen was het echt van: hé, hey, dat kun je echt niet zeggen. Hey, en mijn teringlaaier vind ik ook best wel heftig. Want het betekent ook ja, het meteen dat het naar, naar iemand meer. anders is. Dus het is niet ja, ja, zo dat je ja. zo. Ja, dat je is zo'n tenen, dat je zegt ja. teringlaaier. Nee, ik nee. heb nee. ook gewoon vaak kut. Gewoon ja. de situatie. Ja, maar het is gelders. je je scheld iemand anders uit. Het is niet als ik meteen stoot dat ik dan zeg kwen teringlaaier. Nou, dus oké, okay, nee. dit is echt naar andere mensen toe. Ja. En iets wat je gewoon roept als je je teen stoot? Nou, dat is niet echt roep. Ik had het gisteren toevallig, omdat de, ik had de tafel verzet en toen liep ik en toen stoot ik echt zo met twee kleine tenen. Zo. En toen was het echt meer. Mm. Oh. oh ja, dat, oh nee. Ja. Oh, dat, ik... Maar het is niet dat ik dan een pot vertikkie of dat of zo. Nee, het is echt... Mm. Mm. Nee, okay. echt... Ja, ik, ik voel het ook gewoon <middel> als ik je zo dat geluid ja, zie denk, maken. Ja. Doe doet pijn. Ja. Uh, de laatste. Je maakt me echt gelukkig als... Als ik me even terug kan trekken. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het heel leuk om met heel veel mensen te zijn en heel veel dingen te doen. Maar het is heel belangrijk voor mij dat ik me ergens eventjes terug kan trekken. Op wat voor manier dan ook. Bijvoorbeeld, Lowlands ging nou dit jaar niet door. Dat baalde ik heel erg van. Anders had ik op uh, zaterdag gespeeld, geloof ik. En uh, wat ik fijn vind, bijvoorbeeld, dan ga ik ook naar Lowlands zonder dat ik backstage kan. En dan vind ik het heel claustrofobisch. Dan voel ik toch dat ik ergens niet, niet heen kan. Maar als ik backstage kan, kan ik toch ergens mm. even chillen. Nou, gewoon wat normale redactie. Weet je wel, waar niet veertig uh, mensen voor staan en zo. En uh, dat heb ik ook in het normale leven. Dus ook bijvoorbeeld op feestjes zou ik het fijn vinden als ik een apart kamertje heb. Waar ik dan soms eventjes, gewoon een paar minuutjes even terug kan trekken. Wow, dat, ja, dat zou ik fijn vinden. Maar ja, herken ik altijd. me helemaal in. Is dat dan. Hoort dat ergens bij? Is, ben je dan introvert? Of is er nou, iets wat je. Nee. <laughs> Binnen kamers ben ik dan. Ja, maar is, is dan dat je awkward bent en dat je. Ik zeg ja, altijd ik denk, dat ik, ik een beetje mensen schuw ben dan. Nou, ik ben wel. Maar volgens mij lijken we daarin op elkaar. Volgens mij. Ik ben heel goed in staat om een soort awkward situatie. en dan nog veel ongemakkelijker te maken. Zonder ja. dat ik dat. En terwijl ik me voorneem van oké okay, dat moet ik niet doen en toch ontstaat dat en dan denk ik oké okay, maar dit is nu aan het ontstaan en dan ontstaat het nog meer en dan denk ik oké okay, laat het maar even los en dan. Ja. En soms je denk je... ik dat oh, ik het gewoon wil. Dat... Soms wil ik het gewoon, denk ik. Ja, maar dat... ik heb ook het gevoel dat wij dat in elkaar losmaken of zo. Dat jij zo ja. awkward en dan word ik daar awkward op. En dan is er zo'n awkward. Dat... Ik, ja, ik, het... ik was net niet awkward, maar nu voel ik me wel een klein beetje. Nee, nee. ik denk vibe. Ja, onze energie vult elkaar goed aan, volgens mij. Want we hebben ja. elkaar niet heel vaak ontmoet. Uh, nee. Maar een paar keer bij een programma was dat. Ja. Dat was meteen heel leuk. Bij Nederland-België. De... Ja, nee, daar werden we. Daar kregen we een reprimande. Dat, ja. was heel, dat is altijd snuif als je boven je twintigste door iemand nog wordt toegesproken. Ik moet even uitleggen moet wat ja. daar gebeurde. Het ja. televisieprogramma? Ja. ja. Nederlanders tegen de Belgen. Oh. En uh, wij zaten in hetzelfde team. Met Wie, wie was ook alweer? Was dat Ruben Nickel? Dat weet ik niet meer zo goed. Ik weet niet meer. Ik zat er gisteren aan te denken. Het is in ieder geval een schrijver geloof ik, want het is wel een heel goed programma. Volgens mij was dat. In het hart of, uh, nee, Art Rooijakkers presenteerde oh ja, nee, het, was dat en dan had je Megatobi ja, aan de overkant. Maar. Was dat ja. de teamcaptain? Ja, dat was nog... Nee weet, je, nee, weet je waar het mee begon? Nee. <laughs> uh, nu weet ik het echt weer trouwens. Er was een... Aan de andere kant van ons stond een... On, Belgen natuurlijk. Maar er was oh, ja. een, ook een cabaretier die blijkbaar typetjes ging doen. Maar dat wisten wij niet echt. Dus die ging toen eerst een dronken iemand spelen. En het was gewoon heel slecht eigenlijk. Ja. En toen werd ik daar heel ongemakkelijk van, omdat het niet maar misschien dat het op beeld dan was waarschijnlijk had gewerkt, maar wij gingen dat een beetje kapot maken dat het niet uh, <laughs> daar begon het mij. En, en toen moest je heel hard ja. lachen, en toen moest jij lachen, toen moest ik lachen. En dan jouw lachen werkt heel aanstekelijk. Ja, en ik, ja. dit was zo leuk. Was het nou Jeroen van Koningsbrug of Ruben Nicolai, of er was iets iemand aan onze andere kant? Ja, Ruben was met ons. Het was ja. het Ruben volgens mij en dan tegen een Belg. Want het was ook Bart Peters, was er ook nog die avond. En, en Koen maar. Wouters. Of, Koen Wouters bedoel ja, ik, ja. En er Koen zijn Wouters. maar twee. Nee, die bedoel ik? Ja, er zijn eigenlijk maar drie Daar Belgen die zaten. ik goed ken. En toen was dus. Nou, en ten eerste Megatobi, mijn vriend heet Tobi. Megatobi hij is een soort mythisch figuur. In mijn Hoe vaak hoofd? ga jij zeggen dat je vriend Tobi heet? Dit Want zei ik net, net voor de uitzending. Ja, je hebt hem nu al drie keer genoemd. Ja, maar, dus ja, maar je hebt dat hebben zij niet Toby. gehoord. Dat hebben zij niet gehoord. En ik heb het gevoel dat je als vrouw even aangeeft: van... hé, hey, ik ben bezet. Ik ben met Toby. <laughs> hij heet niet. Toby. Ik ga nu voor de derde keer zeggen dat hij Toby heet. Nee. Maar het is wel je komt op elke context. manier of het nou over honden hebben, krijg je het over je vrienden. Het nee. programma gaat nou, ga je het over je vriend? Je nee. vriendheid Toby. Nou, dat is duidelijk iets waar jij over wilt praten. Nee, maar het was wel belangrijk voor mij um, om dat aan te geven in die context, want ik heb twee. Belgen die ik heel hoog heb zitten en ik kijk naar de overkant, Nederland tegen België. De een is fucking Mega Toby. Dat is echt een soort van running gag in mijn vriendengroep en de niet... andere is Koen Wouters en oh, van Megatobi. Ja, hij ja, speelde Mega Toby. Maar hij, hij was die hele knappe gozer. Ja. Ja, maar niet zo. Uh... Wel. Oké. Okay. <laughs> nou maar niet. Nee, ik bedoel niet dom. Nou, maar niet dat niet dat die... Het was geen Ruben. Nee, dat sowieso die mensen ook geen. Uh, nou ja, goed, heel aardig was. Ja, dat team, het, het, het liep gewoon een beetje mis qua humor, denk ik. Um, ik had het gevoel dat het programma Nederlandse schrijvers had. En dat de Belgen zijn aangehaakt. En dat de grappen soms iets te hard waren. Maar Belgen zijn ook zachter. Ja, ja, maar dat voelde je daar, want je had dus ook een heel Belgisch publiek daarachter zitten. En er kwamen soms anekdotes uit van vijf minuten dat wij elkaar aankeken: van, is dit serieus? Ja, maar dat was ook met die Belg. Maar het is inderdaad van. Ja, we blieft. En toen had ik gelopen en er was dan die fiets. En die fiets, daar was die bagazedrager, die was niet helemaal sober. En uh, we gingen toen naar dat, en dat duurde, het bleef maar. En toen is het ook als een fietsje ja. En dan, en man, die fietsen, en, dan zo, en die fietsen, en fietsen, en fietsen. En dat duurde nog weer vijf minuten, geloof ik. Ja, ja. En wij ja. keken elkaar aan, van hier kan je toch geen programma van snijden. <laughs> en toen moesten we de hele tijd heel hard lachen. En toen kwam er dus iemand die zei, hey jongens. Je moet stoppen met lachen. Je moet echt stoppen met lachen. Ja. En wat dat, wat uh, averechts werk. <laughs> oh, het <laughs> ja. was heel grappig. En volgens mij is die uitzending ook gewoon uiteindelijk heel erg heel leuk, leuk geworden. geworden. Ja, ja. Um, maar dat is een beetje hoe wij elkaar op kennen. Nee, Wat? Nee, ik ben weet nee. niet hoe vlijzig. Oh, maar niet. Nee. Maar, maar je wel, want je zit wel aan heel veel programma's die, die ook op dezelfde zender zijn, toch? Mm. Dat komt dan toch een beetje ja, direct. Klopt, ja. Dat is allemaal door die ene aflevering. Ik denk het wel. Ik vind het altijd wel leuk. Het zijn heel vaak hele leuke middag, dat je met hele leuke mensen gekke dingen mag doen. Ja. Oh, die spelletjes zijn het allerleukste ooit. Soms dan heb je wel eens bekende mensen die zeggen, "Oh, Doe jij met die spelletjes mee? Oh, echt Gaat ga het ook zo? Ja, Nee, dat is hoe ik dan achteraf het terug speel in mijn hoofd. Terwijl het gewoon een chille vraag is. Maar daar heb ik echt geen tijd voor. God, voor. Als ze mij bellen voor... I don't care wat voor spelbal als je van de duikplank af moet springen. Maar... Ik heb hetzelfde. Ja? ja? Oh, dat is zo leuk. Ja, ik vind iets waar je dan echt fysieke inspanning voor moet doen. Maar wat voor... heb jij ook aan Wie is de Mol en zo meegedaan? Nee, Wie is de Mol zou ik heel graag willen. Maar ik weet niet wat... Maar heb je Expeditie Robinson? Zeker niet. Daar ga je... Waarom denk ik dat jij met zo? Heb je dat met een andere meegedaan? Um, nee, ik doe meestal niet met die dingen dat je dan echt. Dan vraag ik vraag me ook af. Dat heb jij ook niet aan meegedaan, toch? Wat? Nou, jij hebt ook niet op oh, expeditie nee, om me Nou, dat lijkt me sowieso ook heel vervelend voor andere mensen, want ik, ik denk niet dat ik dat. Jij wel deed het naar je kamertje, maar die is er niet. Ik ja, dacht, ja, die ga ik dan bouwen. Ja. Ik ga een klein hutje bouwen. Martijn, Martijns boze hutje is dat. Gaat hij ja. even inzitten? Met zo'n klein. Luikje erin maar ik zo mijn gebalde vuist zo uit kan halen. Ja. Nee. En wie is de mol? Ja, ik zie mezelf niet met een koptelefoon een puzzel doen. Terwijl Ellie Lust in mijn oor aan het schreeuwen is. En terwijl ik Ellie Lust hartstikke aardig vind. Maar snap je, om het beeld ja. Ja, duidelijk ik, te maken. Het is zo heftig dat je echt een lange tijd met die mensen weg bent. En je weet niet wie ze zijn. Je weet niet waar je naartoe gaat. Je weet niet wat je moet, wat je moet doen. Wie is de mol zie ik nog wel chill. Omdat op een gegeven moment de camera's gaan uit. En dan kan je in je, in je, in je hutje mm -hmm. zitten. Ja. Expeditie Rommers wel niet. Nee. Nee, je hebt daar niet even zo'n chill time. Ach, dat is toch altijd anders. Dat is altijd die opnames, iedereen houdt gewoon zijn bek. Maar ik denk dat bij die opnames dat het echt heel veel wordt weggekeurd. Dat ze gewoon lekker gaan chillen zijn en zo gewoon allemaal ja. spullen krijgen. Ik maar ik dat weet, het we heel zijn... relaxed is. Dat je gewoon een resort daarnaast hebt. Het is ook tv. Hè? Het wordt allemaal aangedikt. Ik denk nou, ik lezen. heb dus van mensen, als ik dit had gedacht, dan had ik al meegedaan. Ik heb meerdere mensen gehoord die hebben meegedaan. Die zeiden. Ik kan dit nooit meer in mijn leven doen. Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Waar heb je echt spijt van van iets waar je net meegedaan? Oh, daar heb ik wel. Um... Fort Boyard. <laughs> Ik zweer het. Hoe ja, ben jij Fort Boyard? Nee, dat was dus niet van de terug. Oh. Ja, dat weet geen mens. Nee, daar keken wel genoeg <laughs> ja. mensen naar. Nou, dat je was je doen. Maar dat is dus juist iets wat je heel oh. fysiek. Oh moet ja, nee. Kijk, er waren een aantal dingen die je kon doen. Nou, laten we beginnen bij het begin. Fort Er Werd toen gepresenteerd door? Uh, Laurens. Ter. Okay. En ik was net bij BNN en toen hadden ze me voor Expeditie Homerson gevraagd, de eerste keer. Ik had eerlijk gezegd best wel toen mee willen doen, want ik had geen idee wat het allemaal betekende. En ik dacht, dit helpt. Zeiden ze, nee Gwen, doe maar eerst lekker met Fort Boyard. Kan je even weet je rustig beginnen? Je bent hier net pas en uh, doe even chill. Godzijdank heeft me echt behoed. Ik heb namelijk wel een gesprek gehad voor Expeditie Homerson. En daar wilde ik eigenlijk al niet zijn. En toen zeiden ze, jij wil heel graag meedoen. Maar weet wel, het wordt nog 10.000 keer erger dan je denkt en ze ging echt zeg maar het nog erger maken en ik zat er al huilend. Dus oh, Ik belde yes. meteen mijn agent op daarna ik ga nooit meedoen ik wil dit niet voor het boja. En ik dacht oké okay, ik vind al die dingen kut die heel hoog in de lucht trapeze stingen. Dingen eten. Oh maar ik dacht ook je moet ook een beetje leuke televisie maken. Ik ben heel erg bang voor slangen. Als ik nou gewoon zeg dat ik iets met slangen wil doen. Wat ik heel eng vind, maar minder kut dan hoogtes. Mm -hmm. Dan kan ik misschien die card poelen. Nou, ik heb echt dingen met slangen moeten doen. Dat is echt. Nou, je je, je hebt... omschrijft het nu als best wel sexy. Als nee, het zo. Ik nee. Ik heb echt dingen met slangen nee. moeten doen. Wat heb je met slangen moeten doen dan? Eerst, het was in een soort bak graaien. <laughs> dan weet je niet wat het is. Dat is vaak met slangen, ja. Dat je, dan liggen ze in die bak. En jij moet ja. iets pakken waarin die slang. Maar ja. wat ga je echt met slangen doen? Nou, um, ze, ik moest uh, een <laughs> bunker in ja. klimmen. En dan zaten er echt, nou, de muren waren bekleed met slangen. En dan lieten ze steeds van die hokjes openvallen. En er zaten zulke dikke slangen in. En aan het einde zat een schatkist met zulke psieke pythons. En, en toen moest ik daarin uh, om iets te pakken. Nou ja, daar heb je gewoon helemaal geen zin in. Wauw. Ja, en, in, en toen had ik dus wel, om even worden terug te komen. Ja, dat, dat ik heb me helemaal laten gaan. Dat was echt kut? Dus daar heb ik wel, ik had ook wel echt uh, meteen al de, de eerste proef echt scheldwoorden die ik <lacht> <lacht> meteen, uh, heel heftig. En maar, maar, het was de maar ben e je nog steeds bang voor slangen dan? Of heeft dat, heeft dat een beetje geholpen? Nou, als ik, ja, ik bang voor ben, dan wil ik het doen om er overheen te komen. Dus dit heeft wel een beetje geholpen. Maar ja, die slangen waren ook helemaal paranoia. Ja, natuurlijk. Die zitten ook. Die houden daar helemaal niet van. We gaan even de intro in starten. En dan ja, en gaan we... Met, met, oh ja, ik ja, want ik vind het al heel gezellig. Maar we gaan wel even gaan we voor het idee... Ja, okay. ja, ik heb altijd zo'n heel slecht format. Ik heb echt van drie momenten is een heel leuk waar format. Ik, maar ik, dat ik zeg gekeken, dat, dat we gaan beginnen. En zo. Nee, je moet niet jezelf naar beneden halen. Je zegt eigenlijk dan tegen je gast... Ja, dit is echt allemaal een kut En het slaat allemaal nergens op. Niet het dus, hele format. Maar oh. ik ga nog drie keer tegen je zeggen ongeveer dat we echt gaan beginnen. Oh. Oké, okay, maar dit is deel 1. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Martijn, hey. koning! Hoe is die? Hoe is je, je, je maakt Gwen? nu al het format kapot Met samen is beter dan alleen Maar het is wel echt waar Behalve als je in je kamertje wil zitten Het is niet altijd beter Maar Precies. vandaag wel Ik vroeg me af, is het Gwen of Gwen? Omdat je absoluut bent... Gwen Maar is het niet omdat je, je schrijft Gwen? G-W-E-N Gwen? Nee ja, Maar, het is maar toch... heb je er zelf Gwen van gemaakt? Gwen klinkt inderdaad minder leuk Nee, Gwen is een Engelse naam Ah oké, okay. maar ja, het is natuurlijk Nederland Dus het is in principe het Gwen Het is Gwen, het is absoluut geen Gwen niet nee. ergens, ik Gwen zeg. Nee, maar ik zit even een andere naam te denken waar het hetzelfde is. Ja, Gwen is gewoon wel wat zeg maar, sommige leraren op school zeiden: dat iedereen zo. Gwen? Gwen. En ieder, ja, Gwen. Zo, oh, met Brabantse Ja, die. Oh, nee, het is Gwen. Gwen, niet aanwezig. Ja. <laughs> het is Gwen, meester. Nee, dat zei ik, ik niet. Ik zei gewoon Gwen. <laughs> ja. Dat gewend wel op een gegeven moment. Nee, je bent niet gewend. Oh, fuck. Nee, het is Gwen. Martijn. Right. Uh, we hebben. Het uh... Mar is Martijn. Het is Martijn? Ja, yeah, het is Martijn. Het is Engels. It's ja, maar Mar het Martin. kan toch dat je een naam Engels uitspreekt? Nou, ja, het lijkt me. Nou, in jouw geval ook fijner. Want het is toch mooier dan, dan Gwen? Ja, maar je mag het uitspreken zoals je wil. Maar Gwen is echt. Uh, Ow. En ik denk ook <laughs> Brabant, ze dat. Dat ging bij sommigen ook makkelijk, want gewen, dat, dat, dat gebeurt niet daar. Mm -hmm. Dus het is of wat jij net deed, hey. We gaan beginnen. Ik wil eerst eigenlijk gewoon even weten hoe het met je gaat. Ja, gaat goed. Ik zit uh, lekker in mijn velletje. Ja? Ja, en uh, ik was uh, flink aangekomen tijdens corona, maar dat ben ik nu weer een beetje af aan het trainen. Dus ik voel me weer uh, prettiger. Ik heb wat minder bolle kop. Bij mij gaat vet heel snel in mijn hoofd zitten. Dus uh, ik merk al van, wow, Dit is nu wel acht kilo af. Dus ik voel me echt een wow. stuk prettiger, ja. En hoe heb je dat gedaan? Asking for a friend. Beter eten en trainen. Ja, ja ik toch... trainde heel veel. En uh, dat is gewoon fijn. Sport is gewoon fijn. En uh, ja, het sloopte er een beetje in. Op een gegeven moment kon je niet meer naar de sportschool. En dan kon je even niet sporten. En toen gleed ik meteen gewoon in het alcohol en, uh, en eten. Mm. En uh, dat heb ik even vastgehouden tijdens corona. Omdat ik het ook zo zwaar had. Dus ik dacht, een beetje zwaar leven hoort ook gewoon een zwaar lijf bij. En nu ben ik gewoon weer terug. Oh, wat ja. lekker. Ja. En dat hou je ook gewoon lekker in, het sporten en het, uh, die trek je Waarschijnlijk. door? Waarschijnlijk. Ik heb altijd van die grote plannen en dan... Uh, ja, maar daar helemaal niks van. Ja, maar dat is het begin, dat is makkelijk. Ik was 110 ongeveer, dus dat, dat knalde wel vrij snel af. Lekker. Ik kom nu op de moeilijke periode, dat is van 100 naar ik denk 94. Dat, uh... Nice. Ja. Hey, en uh, zakelijk? Ja, ik heb allemaal artiesten hier te gast. Soms ook cabaretiers. Ik vraag hoe het privé gaat, maar zakelijk gaat de shit weer allemaal gebeuren? Is het weer aan het, aan het, aan het knallen? En, en, en zitten de zalen dan ook weer vol? Ja. ja, spannend. Nee, ja? ja, er mogen ook minder mensen naar binnen. Dus de zalen zitten sneller vol, dat scheelt. Maar uh, nee, vanaf uh, 13 september. Dus um, vanaf begin september tour ik weer. En ontzettend veel zin in. En heb je dan dat je ook meer... Koning uh, van de toekomst heet die show. Nice. Kom erheen als er nog kaarten zijn. En waar moeten ze dan naartoe? Naar theater of is het gewoon MartijnKoning.nl? Ja, ja MartijnKoning.nl. Maar je kunt ook bunkertheaterzaken, kun je ook heen. En natuurlijk Ticket Service. en gewoon uh -huh. Martijn Koning googlen, En dan kun je ook weer zien waar ik speel. En dan tik je Martijn Koning in en dan plus de plaatsnaam waar je bent. Nice. En dan uh, komt het misschien om, omhoog. Ja. Ik ben een keer bij een show geweest bij jou. Ah ja, dat klopt ja. In Zaandam. En toen voelde ik me daarna heel schuldig, want ik was hem meteen genokt naar die show. En toen zei jij dus Ik tegen had gewoon kaartjes mij, uh, klaargelegd en heel vriendelijk voor je. Dus dat is toch niet erg als je dan meteen weggaat? Jawel, want jij stuurde mij een berichtje, waar ben je? Want, uh, ja. ja, dan ga ik je zoeken. En dan, oh. dan loop ik tussen al die mensen en dan kon ik je niet vinden. Maar ja. alle vriendelijkst toch? Gewoon kaartjes krijgen en dan uh, meteen weggaan. Ja. <laughs> ja, maar, maar precies hoe jij ik je voelde... Ik weet nog heel goed hoe leuk ik dat vond. Wat? Dat ik er was nee, genot. Ja, dat was toch wel heel, erg, uh, dat was wel heel erg heftig. Was je toen met, was je toen met Toby... Was met Toby. <laughs> Ik was met Toby. En oh, oh, Je lag... was echt met Toby? Ik was met Toby. <laughs> Ik begin hem op een of andere manier niet te mogen. Ik weet niet waarom. <laughs> Hij vond je show heel leuk. Ah, en we zaten lekker zo in Zaandam, was het volgens mij. En uh, helemaal lekker avondje van gemaakt. Maar dan gaan die lampen allemaal aan en die mensen blijven allemaal hangen in die, uh, hoe noem je dat, de foyer of ja. zo. En ik, ik dacht, ja, ik weet niet wat nu normaal is, maar mijn gevoel zegt, <laughs> ik ga gewoon rennen. Toen ik zei, kom Glenn. <laughs> ja, ik, maar ik weet toch niet dat jij nog tevoorschijn gaat komen of zo. Nee, voor ik, speciale mensen wel, maar dat uh, Had nee, je niet is een wijze les voor in de toekomst. Uh. Ja, ik maar wachten dan. Ja. Maar ik vind het altijd leuk hoor, om in de foyer te gaan, omdat het is heel, heel spannend. Mm -hmm. En uh, behalve als ik het echt heel, heel slecht vond, dan, uh, dan ga ik niet. Dan heb ik, dan, dan heb ik gewoon geen zin. Want Jezelf dan, of het publiek? Als ik mezelf slecht vind? Nee, het publiek vind ik nooit slecht. Het publiek maar als is ze niet altijd lachen, nou, is het publiek altijd goed? Want soms dan. Nee, kan ik ook... vind het publiek altijd goed. Het is altijd op een of andere manier, zodra er een groep mensen vrijwillig ergens bij elkaar komt, is er absoluut een manier dat ze geëntertaind kunnen worden. Dus je zou dan toch iets anders moeten doen of iets moeten zoeken. Niet dat ik volledig pleaser ben, maar. Nee, het ligt toch wel echt altijd aan de artiest. Ja. Laten we zeggen oh. voor. 99, laten we zeggen, 100% ligt aan artiest. Wauw, ja. dit vind ik mooi dat je dat zegt, want je hoort artiesten vaak schijnlijk zeggen: Ja, dan denk ik het, het heel snel weer terug uh, vanaf volgende week. Als ik weer ga touren. Ja. ik kom even terug. kan heel even klein dat we één minuutje opnemen. Zo. We heel ja. snel terugkomen op vorige week. Uh, is de dus slas is de dus gisteren? Gisteren in Zaltbommel. Theater de Kuthoer. Of nee, of de ja, <laughs> dat moet eruit. Nee, ik kan niet waarom ik dat woord zeg van alle woorden. Konden Le dat die film laatst was? Theater de Kuthoer? Nee, die film heette de Kuthoer. <laughs> Dank. Ja, dat was vorige week. Dat was voor promenade. En was die leuk? Ik heb hem niet, niet gezien. Ik mm. weet alleen dat hij zo heet. Dat is wel nou, makkelijk dat het met... zo snel in jouw vocabulaire op wordt gezet. Ja, ja, ja. Ik zie ja, ja, het in ja. De ja. Maar dit is dus wat kuthoor. ik zeg als ik meteen stoot. Ik geldt kut hoor. Echt? Ja. Maar dat is wel raar, want dan heb, heb je het dan over jezelf. Je vindt jezelf dan op dat moment. Nee, ik scheld gewoon op de situatie. Mm. Gewoon. Ja, nee, dit is gewoon kut hoor. Dat kan ook als ik me stoot. Dus Als van alle iets... woorden die ik had kunnen zeggen, dit is toch, wij hebben toch wel echt een band die verder gaat dan het universum volgens Telepathisch mij. Telepathisch. Holy is shit. Dit? Dus ja. ik ja. noem een weerkeurig woord wat in één keer in mijn vocabulaire is uh, terechtgekomen. Ja. En dat is dan jouw favoriete scheldwoord. Ja, maar het is niet per se mijn favoriet. Het zit er gewoon in, het gaat er nooit meer uit. En hoe komt het? Dat... Um... Ik denk sowieso door die K. Is... Ja. En dan. Mm. Mm. Ja, die ja, maakt het nog. Tour. Ja, ik, oh, ik kan er ook niks aan. Uh, ja, ik heb dat ook nog nooit ergens gezegd. Ik ben best wel ook uh, grof gebekt, zeg je dat zo? Ik kreeg laatst een vraag van een luisteraar die zei: Nou, Typhoon is geweest en die gelooft in God en jij accepteert christenen ook. En oh, uh, waarom schelt je? Ja, dit, ja dit, is, dit is letterlijk de vraag. Ik heb hem er niet in gestopt. Oh. Omdat ik dacht, ik weet niet wat ik hier, precies wat ik hiermee moet. Maar, jij maar je, acce je accepteert ze. Ja, je accepteert ze. En je <laughs> gelooft ook okay. in iets. Ja. Ja. En toch uh, scheld je. En ik zie nu dat helemaal niet in verbinding staan. God houdt van iedereen. Is ook van mensen die schelden, denk nou, ik dan. Ik zou je sterker vertellen. Uh, God is ook, houdt ook van kuthoeren. En dat is <laughs> als je de Bijbel leest. Zeker. Hij vergeeft iedereen. En ook uh, de hoeren en ook de dingen. Maria, de, vader, of de, de moeder van Jezus. Was een kut hoor. Ja. Alle mensen die ik heb meegekregen van al die uh, religieuze fora en zo. Want daar gaat deze podcast dus heel erg rond. Ik word allemaal getagged en van die hele mooie, soort van. Met de muziek hebben ze dan achter gezet. Nou, die zijn hier dus nu. Die zitten nu huilend op het fiets. Nou, als je in ieder geval met z'n allen huilen. Want <laughs> samen, samen is beter, is beter dan, dan alleen. Dan alleen. <laughs> Fuck you. <laughs> uh, je hebt ook een podcast. We hebben iets gemeenschappelijk. Ja. We zijn allebei in corona tijd begonnen met een podcast. Ja, ik, uh, maar ik kwam op het idee door Sander Schimmelpenning, uh, Die kwam bij een show kijken en die begon te vertellen over zijn podcast, die ik wel eens luisterde. En, hoe en de dat business ging. erachter. En de business erachter. Nou, de business erachter, die heb ik nog niet helemaal ontdekt. Mm -hmm. Ik ben wel uh, dag en nacht media heel dankbaar, want uh, uh, ja, wij, ik ben dus de Knorren podcast begonnen. En uh, samen met vriend van mij, Sander van op Zeeland. En uh, ja, dat begon als een beetje tijdverdrijf. En ook dat het leuk is om met comedians samen te zijn en een beetje te ahoeren over dingen en zo. En dat... Uh, zijn we nu al bijna weer een jaar aan het doen. Dus uh, Vanaf 4 oktober zijn we begonnen. Dus we zijn uh, over een maandje, zijn we al een jaar, een jaar bezig. En veel bij Dag ook, en Nacht he? Media. En sinds we bij Dag en Nacht Media zijn aangesloten. Gaat de business verdienen we goed. Echt goed. En gaat de business goed. We worden overal genoemd en zo. En dat komt voornamelijk door Dag en Nacht Media. En ja. het is niet zo dat we, ik een contract met ze heb of dat ik ze iets verplicht ben, helemaal niks. Ja. Ik vind het het allerbeste podcastplatform van Nederland. dat en mag denk, ook gezegd worden. Ja, ja. In combinatie met, echt misschien nog wel net zo groot als de Dag en Nacht Media, vriend van de show. Vriend van de show.nl. Hebben jullie vriend van de show? Tuurlijk hebben wij vriend van de show. Ja? Heb jij geen vriend van de show? Nee. Nou, oh. nee. Nee, want ik. Um... Oh, daarom moet ik deze producten. Libresse. Nee. Dan zit het echt goed. Nee, we hebben gewoon sponsoren. We hebben nog niet vriend van de show, omdat ik ook. Ja, Wie zijn je sponsoren dan? Nou, daar wilde ik ook meteen over beginnen. Wat fijn dat je het vraagt. Ja. Ben je een beetje modewust, Martijn? Nou, kijk eens hoe creatief. Wat denk jij? Ja. Nou dan. nou, dan heb ik een tip voor je. Ja. Uh, want uh, <laughs> wij worden gesponsord door. Tigerlegging. legging. <laughs> net. <Jeanette. laughs> Als je lekker strak in een tijgerlegging wil zitten. Tijgerlegging Genet. Ik weet zeker dat je de tijgerlegging kan scoren als je dat wil. Ja. Ik heb deze tijgerjurk daar gescoord. Oh, nou, en die heb gewoon, ik al drie keer nou, aangehad dit seizoen. Hoe kun je dat nou... Hey, maar dit is toch echt... Ik weet ik veel dat je dat aan hebt. Maar je hebt een, ik zit tegenover je. Hebt je, tijgerlegging, je, tijgerlegging, je hebt een tijgerlegging. Je hebt een tijgerbroekpak. Met een camouflage. <laughs> shirt en dat vind jij niet kunnen, hè? Nee, het nee is alsof, dat vind jij raar, hè? Alsof ja. een jager wordt aangevallen door het dier waar hij die op aan het jagen is. Zo, als je nu ja. gaat liggen. Het, net. het gekke is ook. Ik denk er dat. de soldaat opgevreten door een luipaard op dit moment. <laughs> ik denk ook echt hè. Als Best Secret kijkt, dat ze denkt: nou, we gaan stoppen met die sponsoring, want zij heeft een. Best Ma Secret heet het? Best Secret, ja. En het uh, is heel leuk. Uh, je kan daar dus allemaal merken scoren. Ik zie je mentaal al. Je gaat al. Nee, ik vind anders Best Secret hartstikke goed. Best Secret is een website waar je allemaal merken. Bestsecret.nl. Com. Daar kan je allemaal leuke merken shoppen. Merken die ik heel leuk vind, zoals Gunny. Daar is deze jurk. Van. Oh, ik ben heel erg uh, Drycorn. Drycorn? Ja, dat is een uh, Duits merk. En dat is heel goed. Prijskwaliteit, kwaliteit, zeer goed. En uh, altijd leuke kleding, die niet meteen helemaal vol zit als je hem één keer hebt gewassen. Drycorn. Binnenkort te krijgen bij bestsecret.nl. Bestsecret ik heb geen idee. Ik, is dit je eigen merk? Nee, ik dacht. Oh, ik dacht dat je Het eigen is wel een merk waarvan bloggen. ik dacht omdat ik, uh, nee, omdat. Uh, als ik bijvoorbeeld ergens ben en ik moet nog snel kleding hebben voor een optreden of zo. Ja. Eh, dan weet ik, dan ga ik kijken naar de, de winkels in die, in die steden. En dan zoek ik, zoek ik gewoon op label finder. En dat doe ik gewoon op Drycorn. En dan kijk ik van welke winkels Drycorn hebben. En als ik weet dat ze dat hebben, dan hebben ze ook allerlei andere merken die ik interessant vind. Dan weet ik precies eigenlijk wat voor mm. soort winkel het is. Dan kan ik daar snel heen. Slim. En um, ik u. heb nog nooit van Drycorn gehoord. Ik tot voor kort niet voor bestsecret.nl. Maar, ja, maar <laughs> het maar lekker en het klinkt lekker. Ja, en, en als je, ja precies. Als je en, niet als... alles wilt doorvertellen. Maar toch wel goed eruit wil zien. Best secret. Ja, want het Punt is NL. geheim ook. Want je kan er niet zomaar oh, op. Als je nu best naar best secret. Secret gaat, best secret. kan je daar niet op. Uh, oh, want slim. het is heel exclusief. Oh my god, dit is zo slim. Want ik heb een linkje, daar ah. kan je exclusief mee shoppen. Al die merken met echt zieke kortingen. Um, en dat is. Wacht even. hoor, Ik Daarom moet het goed het ook zeggen. Best secret. Want het is een super groot geheim. Je wil niet ja. dat iedereen in hetzelfde loopt. Oh, www.bestsecret.nl slash met z'n allen. Dan kan je erop. Ja, maar je kunt er niet eens heen. Nu wel. Nee, met nu mijn niet. link ook niet. Nee, ook niet met die link. Zo slim zijn zij. Die kan link kan je wel natuurlijk. Niemand kan daarheen. En ook die mensen, ze kunnen helemaal niet meer terug op die website. Dus helaas staan er producten op van tien jaar geleden. Maar niemand kan hierop. Niemand weet dit. Je kan erop. En met jouw als link. jij er met mijn link en dan kan je ook je vrienden uitnodigen. En als jouw vrienden dan gaan shoppen, krijg je daar punten van. En dan krijg jij weer nog meer korting. Papa. Dit klinkt geniaal. Is het ook. Ja. En uh, ik heb dit al eerder gezegd, maar ik word er dus door gesponsord. Maar ik ben nu dus ook heel vaak daarop aan het shoppen. Dus het gaat volgens nou, mij een beetje gelijk om. Echt, op. je ziet er sowieso altijd geweldig uit. Maar toen nu? ik binnenkwam dacht ik, holy shit, wat zie je er cool uit! Nee, je ziet er echt, echt heel cool uit. Ja. Ja? Dus oh. ik snap wel dat je daar shopt. Nou, okay. hoe, en hoe kunnen we die link krijgen dan? Nou nu, dus als je het <laughs> <laughs> dus is, moet je gewoon zelf intypen. Link. Link. Ja. Link. Nou dit was hem. Uh, wat goed. Uh, je kan uh, Nee, we gaan nu pas echt beginnen. Oké. Okay. Ketwee. Right. Nee, dit is de laatste keer dat ik het ga zeggen en we gaan beginnen met een vraag. Um, deze zijn van luisteraars. Ja. ja. Luisteraars hebben deze vragen gesteld. Jij hebt geen idee wat het is en de luisteraars hebben ook geen idee wie er is. En dan start ik altijd nou, een gezellige keer. Dit gaat musicie. helemaal goed komen. Ja, maar dat is leuk. Oké. Okay. Go. Ah, ik ben een gast. Wat heb ik genoten het afgelopen jaar van deze fijne podcast? En wat heerlijk dat we ons weer kunnen verheugen op nieuwe afleveringen. Ik ben al een tijdje met een opleiding bezig, maar ik haal er lang niet zoveel voldoening uit als ik van tevoren had gedacht. Ik twijfel daarom heel erg of dit nu gewoon een dip is op weg naar plezier en succes. Het is immers niet altijd roze geuren, maneschijn. Of dat dit hem echt niet is en ik mijn plezier ergens anders moet zoeken. Hoe weten jullie of je moet doorzetten met het oog op iets goeds of juist moet stoppen omdat het verspilde energie is en uiteindelijk niks oplevert? Ik ben benieuwd. Dank je wel, liefs Mara. Voordat we antwoord gaan geven, hoe is het allemaal bij jou begonnen? Is dat bij een opleiding geweest? Dit is zo gemeen van jou, omdat Mara luistert nu en. Nee, dan gaan we zo meteen blij... antwoord geven. Ja, dat weet ik. Maar ze is zo blij dat die vraag wordt gesteld en dan moet ze nu nog door mijn antwoord heen worstelen. Dit is inspiratie. Oké. Okay. Maar het was een hele lange vraag, maar een heel lang intro. Wat was haar vraag ook alweer? Nee, die krijg ik straks. Ik wil eerst weten hoe het is begonnen met jou. Ben jij, heb jij de grote cabaretier school gedaan, toneelschool? Nee, ik ben uh, bij het Comedy begonnen. Dat zat toen op het Max Eweplein. Uh, bij Holland Casino. Ja. Achter Paradiso. En uh, ik liep daar langs. Ik was met een vriendin uh, aan het lopen. En toen dacht je, Comedy Club. Ik hey, comedyclub. Toen dacht niet oh, alles Engels. En toen kwam ik binnen en namens Nederlands. Zeiden ze. En toen was er s'avonds open podium. En ik dacht, ik wil altijd wel cabaretier of comedian worden. En toen dacht ik, oh, dan kan hier gewoon uh, spelen. Want ik dacht, je moet een opleiding volgen, toneelschool, kleinkunst en bla bla. En toen kon ik daar gewoon spelen. En toen was ik een week later, heb ik me ingeschreven. Oh. En ik, heb, ik ben die avond nog gaan kijken. En toen stonden de mensen op het podium. En ik dacht, van nou, als die er staan, dan kan, ik er ook, uh, dan kan ik er ook staan. En weet je wie daar stond die avond? Dat was uh, Olaf Efrahim. En dat is nu uh, die gast die bij uh, Forum is weggegaan samen met uh, Van Haga. Dus die nu, uh, wat is het? Oh, echt? Ja. Yeah. Maar het Eigen het heel Belang vaak, van Nederland uh, of zo. Heel Eigen veel belang. verschillende types altijd, hè, op zo'n open zo Ja, openavond. dus dat was uh, heel grappig, ja. Dus toen, en toen ben ik er nooit meer vanaf gegaan. Ik ben een week later gaan spelen en ik ben nooit meer gestopt. Wat deed je op dat moment? Ik studeerde op dat moment rechten en... Het was voor mij een opleiding waarvan ik... Ik twijfelde gewoon heel erg van, is dit nou echt wat ik wil? En het, ik vond het gewoon heel moeilijk om te bepalen. Dat ik dacht, ja, is het iets hè, waar ik gewoon even doorheen moet bijten? En moet ik dan verder? Want hoe weet je dat als je een opleiding doet? Dat is het lastige van een opleiding. Ik denk dat het. Ik wist gewoon toen niet zeker of dat echt iets voor mij was. Toen ben ik ermee mee gestopt en dat gaf een heel fijn gevoel. Omdat ik iets vond waarbij ik me blijkbaar veel beter voelde. Ja, ik ja. vond het echt een wijze les. Wat <a party> <Ja>. dan? <down> nee, het is echt zo. Ja, nee, dit... Het sluit gewoon nee, uitstekend aan op Mara. Nee, maar je deed echt een opleiding rechten? Ja, nee, echt? Ik, aan de universiteit. Ja, ik studeerde rechten. En toen, ik was uh, tweedejaars, geloof ik. En, uh, toen kwam ik langs het comedy-café lopen. ik studeerde aan de VU, uh, ja. de VU Universiteit, en toen mm -hmm. uh, liep je langs het Comedy-Café. en toen dacht ik, Hé, hey, dan ga ik dat doen. en dat dacht ik eerst als bijbaan, maar het, het slokte zoveel tijd op dat dat rechten. dat ging steeds slechter. en toen uh, ben ik het voelt dan gaan doen. ik kon al heel snel geld mee verdienen omdat ik toch wow. wel aanleg had. dit vertel je even zo van, oh ja, dit is natuurlijk wel echt een super groot moment geweest in je leven. dat je <laughs> ja, toch, ja, niet. dat je dan fuck, oké, okay, die rechten. want ik, ik kan me ook zo voorstellen. jij hebt een rechtenstudie. dat is een soort van dat, dat kan je toch niet alles kwijt. Oh. <laughs> ja, Urgh, ja, dat ik dat, soort ja, maar klok. nu kan je lekker helemaal zo je laten horen en je mening geven. En dan als rechtenstudent lijkt het me ook. Dat nou, het ik... heeft een beetje met hetzelfde te maken. Het is ook pleiten en het zijn ook, het is ook dingen waar ook zin in creatief zijn. Maar rechten wordt vaak gedaan als je niet helemaal precies weet wat je wil. Maar ik wilde wel heel graag advocaat worden. Ik was wel zeker van dat ik iets, iets, iets wilde worden. Toen twijfelde ik wel, ik wilde strafrecht advocaat worden. Maar toen merkte ik met college strafrecht dat ik dacht van ja, ik zie mezelf ook niet van dat soort fucking assholes verdedigen op een gegeven moment. Dus nee. en en ik vond ook wat ik ook moeilijk vond, dat was dan dat privaatrecht. Dus tussen burgers dat ook altijd zo'n gezeik was om niks. En mm -hmm. Carla had de auto geleend van haar zus en daar een deuk in en er zit nu dat loopt nu al tien jaar en dan van dat dat, dat vond ik ook allemaal vreselijk. Maar uh, ik denk wel dat ik het was wel voor het eerst dat ik echt me ertoe toe zette om me gewoon goed te studeren en ik uh, haalde een beetje zesjes en zeventjes. Toen ging je weg. En toen ik, ging ik weg. Ja. Papa mama, ik word cabritier. Nee, ik deed dat gewoon. Ik, ik hoefde dat niet tegen mijn ouders te zeggen. En die zijn altijd uh, trots op mij. Dus uh, die waren daar ook uh, trots op. Oh, wat lief. Wat het goed. is wel iets, en dat is denk ik ook wel leuk voor Mara. Uh, dat het wel echt iets was waarvan ik toen in één keer merkte, want ik was 24, hé, hey, dit is wat ik echt wil. En mm. dit is wat ik echt leuk vind. En uh, dan ben ik er ook helemaal vol voor gegaan. Hoe kom je daar nou achter als je eventjes je in de Mara's van deze wereld verplaatst? Je zit op een plek, je denkt, nou, en dat herken ik wel. Je zit op school, en je denkt, dat is in ieder geval op de middelbare school zo. Ja, dit hoort er gewoon bij. Dan krijg je gewoon met de paplepel ingoten. Nou, ik vind het in principe allemaal kut. Maar ja, dit is gewoon wat iedereen doet. Dan ga je doorstuderen. Heb je al het gevoel dat het iets meer uit vrije wil is. En dan denk je, nou, ik vind dit nog steeds best wel kut. Hm. In hoeverre. Wat vond je er zo kut aan dan? dan? <laughs> um, oh, autoriteit vond ik lastig. Ja, lastig. Dat is ook heel erg lastig. Ja. Um, en uh, het feit dat iedereen die daar zat, ging van de HAVO naar HBO, die wilde heel graag. Die zaten daar heel En ik dacht. En de gezelligheid. dan gaan we nog een beetje. <kliek> ik vond het leuk om da daarvoor hoefde ik niet erg mijn best te doen. En op HBO moest dat in één keer wel. En dan zit je in zo'n collegezaal. Dan dacht ik, oh, ik krijg gewoon een laptop nu met internet. Dan kan ik En dan zit iedereen gewoon echt het serieuze best te doen. Ja. Dat. En allemaal vakken waarvan ik dacht, ja, ik. Ik ga hier gewoon nooit in mijn leven iets mee doen. Maar had je ook. Want dat had ik heel erg. Ook op de universiteit. Dat je dan meent dat als je er niks voor doet, dat je dan zo kei voor lul staat als je het ook niet weet en dat dat en dat was dat had ik ook nog nooit op de haven of op de middelbare school meegemaakt maar dat er gewoon niet aan je gevraagd wordt en je weet het gewoon echt niet en omdat iemand heel lang erop doorgaat om jou eruit te filteren omdat je gewoon iemand bent die niet uit zichzelf meegaat ja die ik ben ook echt genaaid je hebt ook echt iemand je hebt echt een schop in je kont nodig soms als ik het niet leuk vind dus blijkbaar wel op dat moment wist ik wel dat ik bepaalde dingen interessant vond dat was uitgaan en Rellen, ik was echt. Oh, ik had het toevallig vorige week met mijn vriend Toby. Had ik echt het erover Echt Fuck Toby, ik ben het echt serieus. Ik had het, over het met mijn vriend Toby wat over. Een irritant. Ik weet Doe precies, ik... hij is ook iemand, hij gaat ook in, in, met bloot bovenlijf in het park. Ja, wat te veel. en hij kan een of andere domme sport dan goed, zo'n zo zo zakje hoog houden of zo met zijn voeten of weet ik veel wat. Nee, nee. Wat voor type is hij dan? Wat doet hij voor werk? Ik, we gaan niet over. tobi nee. We <laughs> nee, gaan het zeker overkomen. Nee, dit is net zoals. Het nee, nee, ik merk bij jou praat het is het over Toby. Je praat aan één stuk door over Toby. Nee, wat ik wil Alleen het niet Alleen Je moet me soms. <laughs> quit pro quo. Wat is het, uh, Quit pro quo? Toby, Van, uh, ik vertelde ook uh, vertel iets Hanna. over mijn. Over mijn. Uh, na mijn studententijd. Dat ik gewoon mijn hele spaargeld. Dat mijn ouders eigenlijk hadden opgespaard voor mij. Vanaf dat ik klein was. Heb ik er doorheen gedraaid op mijn eerste vakantie. Ja. Ja. Op mijn zestiende. Ja, dat geloof ik graag. Uh, ja. Nee, ja, nee weggefeest wel. Ik ging naar Gersoni, zoals op vakantie. Toen heb ik gewoon die hele bankrekening meegemaakt. Dat is toch raar? Dat is toch insane? Ik snap ook niet zo goed hoe dat is gegaan. Oh ja, ik weet al. Ik zei dat ik het terug zou betalen. That didn't happen. Ja, that didn't happen. Maar ik had gewoon geen zin om naar school te gaan. En toen ben ik ook echt heel hard genaaid door mijn projectgroepje. Oh, projectgroepjes. Waarschijnlijk heb je dit helemaal zelf veroorzaakt. En hoe hebben ze je genaaid al? Nou, nee. Weet je nog hoe ze heten? Dat zijn ook vaak van die nare namen. Nee, ik heb, ik heb ze verdrongen. Ik weet echt niet meer hoe ze heette. Nee, nee, nee. Ik, ik maar weet jij het niet had meer. niks gedaan en toen hebben ze jou daarop gewezen. Ja, want toen werd je boos. Mijn oma was overleden. Die was echt Zat overleden. Zat in dat plekgroepje? <laughs> <Nee. laughs> die was overleden. En dat was uh, heel uh, ongelukkig. En, maar ja, dan ga je gewoon niet... Ik had gewoon, in was mijn gewoon geval niet. zou het dan wel een beetje zijn... dat ik dan al eerder vaak heb afgezegd dat er al veel gedoe was. En toen was die ene keer... Ja, maar toen was, dan was mijn oma echt overleden. Ja, toen dacht ik, is allemaal terecht. Nee, ja. de, de spirit was er gewoon niet. Nee, ik vind niet dat ze jou echt hebben genaaid dan. Um, ja, in mijn hoofd was dat wel zo. Maar misschien met terugwerkende <laughs> kracht was het anders. Maar ik ben er heel blij mee, want toen ben ik ook gewoon, ik ben gewoon gestopt. Um, maar wat zielig van je allemaal gecondoleerd Dank Dankjewel, dat is uh, heel lang geleden. Maar... Okay. Hoe heet ze? Uh, truus. Oh. Trusje, Oma, oma naam. Lief, hè? Ja. ja. Mijn oma kon heel goed. Uh, mijn oma heette Fanny. Fanny? Fanny. En uh, zij kon heel goed tomaatsoep maken. Oh, mijn oma groentesoep. Ja, precies. Dus. Oma's oh, dan... konden echt goed soep maken. En dan ook echt de allerbeste, die kan nooit iemand namaken. Nee. Zelfs niet met hetzelfde recept. Nee, raar ja. hè? Ja. Nou, dit is goed advies, advies wel voor, die, uh, voor Mara. <laughs> Mara is volledig afgehaakt. Nee, hey, maar maar Mara, uh, lieve schat, uh, ja. soms is het zo. Je doet een opleiding en je hoopt dat het goed gaat. Maar volg je hart en uh, ja, kijk nooit om en kijk vooruit. Naar regen komt zonneschijn en samen is beter dan alleen. <laughs> ja, en um, ik denk dat wat, wat je kan doen als je hier zit... is dat je jezelf kan blijven ontwikkelen... en andere dingen kan doen die je leuk vindt daarnaast. Ja. Of Toch? andere open deuren. <lacht> <lacht> Ga ze allemaal langs, maar. <laughs> Zo. Oh, sorry. <laughs> ik zit gewoon helemaal onder, joh. komt door die rookmachine. <lacht> <lacht> ja. Uh, nee, maar ik denk wel dat als, als jij niet open had gestaan voor cabaret... je denkt, nee, rechter, rechter, rechter. Ook al, ook al vind nee, ik het kut. Nee, maar dat is denk, ik denk dat het ook bij een artiest hoort. En um, ik denk dat jij ook hetzelfde hebt. Dat je heel open staat voor heel veel zaken. Dus ja. dat komt ook heel impulsief en uh, maar ook heel veel dingen leuk vinden, maar ook en dat is een beetje het probleem, het heel leuk vinden om aan dingen te beginnen, maar niet om het dan helemaal af te gaan maken. Wow. Dan wordt het heel serieus. Je bent ja. echt die nu helemaal. Komt het door een... mijn blauwe jurk of? <laughs> nee, hey, maar dit is het wel waar. Het is heel leuk om aan iets te beginnen en dan vervolgens ja die interesse is er echt een week en dan gooi ja. ik het naar andere mensen van alsjeblieft <laughs> doe er iets mee, want doorpakken is lastig. Maar lieve Mara. Um, ik, wat kunnen we nou als advies geven? Want ik wil wel Gewoon dat. Gewoon stoppen met je opleiding. Ja? En iets anders gaan zoeken. Dit is overduidelijk niet wat je leuk vindt. Maar ja. het vergt ook wat iets meer informatie voor ons. Uh, ja. om, uh, om goed te kunnen beslissen. We weten niet wat je doet. Ja, en het is inderdaad niet altijd helemaal leuk. Maar je moet wel het je kunnen voorstellen dat je hier de rest van je leven mee gaat dealen. Precies, Toch? als je het nu al niks aanvindt, Mara, ik zou echt stoppen, lieve schat. Stop. Ja. ja. Ga Laat... eerst even. Ga even een maandje naar Thailand, Mara. Of Kijk oh. gewoon eventjes, zoek, zoek de wereld op en probeer jezelf te vinden, lieve schat. En dit is echt niks wat je doet. En je wordt absoluut geen leuke accountant. Je wil iets anders. Je wil iets met dieren. <laughs> Die ja. nee, zo is Mara. Hoe nee. heet Mara van de achterna? Ja, dat zegt ze niet. Ja, dat begint het al. Nee, maar, dit is, maar ik denk ook, uh, als je iets doet wat je leuk vindt, zoals wat wij doen, is het nog steeds af en toe wel eens kut. <laughs> ja. Toch? Want je denkt, de mensen denken dat. Uh, ja, ik heb dat niet. Ik zodra ik het is kut nooit vind, kut? stop ik meteen. Ja, ja zeker. maar er zitten toch ook aspecten aan ja, vast beetje, die maar dat niet is... leuk zijn. Ja, als de, en als die gaan overheersen, dan, uh, dan stop ik altijd mee. Ja, ik, ik moet ook... echt, echt doen wat ik leuk vind. En ja. anders wat mijn hersenen zeggen dan. Nee, ik ga gewoon niet doen. <laughs> ja, nee. Ik kan niks aan doen. En mijn lichaam soms wel. Soms ga ik gewoon ergens nog heen dat mijn lichaam zo nog binnenkomt. en dan wil ik soms zelf helemaal niet. Het blijft mijn hoofd zo bij de deur nu. Ik zag het al dat je zo ging liggen. Nee, dan stop ik. Ik weet nog heel goed dat ik uh, ik werkte toen bij de Albert Heijn distributiecentrum. Moest je soms ook s'nachts werken en dan had je zo'n uh, zo'n karretje, weet je wel, dan moest je van die rolcontainers moest je volladen voor de allerlei verschillende Albert Heijns in de buurt en dan had je zo'n pak en had je van die kist aan en zo. En toen had nou, mijn vriendin die had een vakantie naar Turkije geboekt. En dat was heel goedkoop all inclusive en zo. En alleen dan moest ik een dag eerder dan mijn vakantie zou beginnen moest ik dan weg. Ja. Dus ik ging zo naar die baas en ik zo. Ik uh, uitgelegd en zo die hele overleg gingen ze echt vergaderen met dat soort figuren. En dan kwam ze terug en hij zei: We hebben even overlegd en uh, dat kan gewoon niet. Ik zei: oh, Oké, okay, oh, wat vervelend. Ja, ja. Ze liet die weg. Dan heb ik gewoon mijn kisten uitgedaan en dat pak uit. En op, die, op dat autootje gelegd en gewoon naar huis gaan. Ja, <laughs> en dan denk, ja dat, ik stond dan gewoon meteen. Ja, ik heb iets gedaan. En ik hoef, van, geen, ik hoef dan ook, ook mijn geld niet meer. mij dan ga oh, ik van wow. ja. En dan krijg ik allemaal problemen. <laughs> ja, 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 ja ik ben ja. wel echt van: ik kan heel goed bruggen verbranden. Ja. Omdat ik ook weet dat als je gewoon heel hard werkt... dan maak je uiteindelijk vast alweer ergens een nieuwe brug. Mm, oh, dit is zo grappig. Dat... Ja. Of is het je? is schepen verbranden, volgens mij. Brug kapot slaan misschien. Nee, Jij mag je brug kapot slaan, als je dat wil. Ik weet niet wat erger is dan een schip verbranden. Ik denk dat een schip verbranden erger is dan een brug kapot slaan. Dus ja, ik verbruik... maar sla maar eens een brug kapot. Dat klinkt alsof het lang duurt dan. Ja, maar het is wel... Omdat op een boot kunnen ook allemaal mensen en schepen zijn. Ook mensen en andere schepen en zo. Ja. ja. Dus ik ga voor Brug kapot slaan. Je hebt een brug kapot geslagen. Ja. Mara, ik, uh, lieve schat sla, sla, die brug brug kapot. Kapot. Ja. sla die brug kapot. Sla die brug kapot? Durf eens een keer in je leven, mens. <laughs> nee, maar uh, ik, hoe gaan we dit nog goed? Mara. Nee, Mara is helemaal <laughs> tevreden. We hebben het een kwartier over haar gehad. Ja, oké. Okay. Um, wow. Uh, we bestaan altijd uit al twee afleveringen. En dit is het einde van aflevering 1. Ja, dames en heren, wil je aflevering 2? Ga dan naar bestziekers.nl. <laughs> Nee. Om daarachter te komen. Maar je krijgt geen link. Niemand krijgt dat. Bij secret.nl slash met z'n allen. Dit is het voor aflevering 1. Met z'n allen? Beetje <laughs> Kun jij mijn leader inspreken? <laughs> Jazeker. Hey, met z'n allen, um, dit was hem. Donderdag komt er weer een nieuwe aflevering. We gaan hem nu gewoon afsluiten. Wil je nog meer van dit gehouden horen, dan moet je donderdag gewoon weer luisteren. Ja. Of naar de Knorrenpodcast. podcast nee. Oh ja, dat kan ook. Maak reclame ja. voor je podcast. Dames en heren, ik doe een hele leuke podcast. Dat is de Knorrenpodcast. podcast Dat gaat eigenlijk over van alles en niets. En dat doen wij met meerdere mensen. Samen. Omdat wij ook van de knorre vinden. Knorre-podcast vinden. Dat samen beter is dan alleen. Knorrenpodcast. podcast Een van de allerleukste podcasts die er bestaan. Via dag en nacht media. En we bezoek ons ook bij vriend van de show. Slash podcast En word lid zo snel mogelijk. Oké, okay. tot volgende keer. Oh wat lief, keer. dankjewel. Oké, okay, <laughs> nog één andere van... Ik ben zo geil. <laughs> maar bijvoorbeeld hele grote emoties... dat iemand echt helemaal beledigd is... en op het punt staat om te huilen. Dat zie ik gewoon niet. Ik haal dan ook echt een kist en zo... en cake en dingen. Ik maak het dan ook helemaal na. zit ik ineens naar en of andere pik te kijken van iemand. Nee, klopt. Ja. Als je echt friends with benefits uh, uh, bent... dus als je ook en verhuist en uh, um, gewoon oraal uh, je vrienden bevredigt... Dan, uh, dan moet je dat toch even zeggen.